Goedemorgen, middag en of avond. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Let's Play. Oké, vandaag zien jullie misschien al iets nieuws. Het is Toothless en Toothless is nieuw. Ik heb hem tijdens de livestream gekocht. Want, Wendy zei dus dat de Toothless een mogelijkheid is om te doen als naam. En nu heb ik een nieuw paard. Voordat ik de trailer inga, wil ik eigenlijk nog even het liefst even wat kippenvoer halen. Puur voor de dieren die ik altijd moet zoeken. Trainen gaat trouwens super lekker. Ik heb Westwind uitgetraind. Ik heb een nieuw toetsenbord. Dus ik moet helemaal uitvinden hoe ik speel. Want ik ben zo gewend aan mijn laptop na 3 jaar. Dat ik nu ineens een 2 keer zo groot toetsenbord heb met veel meer knopjes. En mijn hand heel anders moet houden. Dus dat is bijzonder. Maar wij gaan dus nu naar de renbaan van de barones. Want er is een nieuwe race. Als het goed is. Het spijt dat je Tarek weer wennen uit de missie voor je helpt attributeucraties te vinden om de race af te maken. Ondertussen leren we extra race als beloning. Ja, ik heb dus voor niks die reputaties gedaan, heb ik het gevoel. Dat is echt jammer. Paddock attributen en een nieuwe set. Kleine vertraging. We werken nog aan de fotomodus. Die komen 2. Oh. De fotomodus is uitgesteld. Oké, maar de nieuwe set zit die ook hierin. Dat is hem niet. Dus we moeten dan even rondkijken. Maar dat maakt niet uit. Want wij gaan even de weg naar de nieuwe. Oh, we moeten ineens een nieuwe. Oké. We gaan gewoon in 1 keer die nieuwe race doen. Let's go. Want het zijn dus 2 races die komen. En dat is wel leuk. Maar ik ben benieuwd of je dan zeg maar deze race... die ander moet helpen opbouwen. Of ineens dat je 2 nieuwe races krijgt. En dat is het dan. Want het is nu wel heel kort. We hebben niet eens geholpen met iets opbouwen. Ik heb nog niemand ontmoet. Het is wel 1 rondje toch? Thank god. Gelukkig waar. En is deze dan wel 250 XP? Dat die ook voor 250 XP blijft. Dat is deze. Ja! Kijk, daar doen we het voor. Diegene wie zijn naam niet genoeg mag horen, dat is hem. Daar loopt hij. Dat is mijn renbaan. Ik praat met hem. Dat was heel lang bevriend zijn. Oh, zijn rivalen. Oké. Okay. Hoe dan ook, Mark heeft hier niks te zoeken. Oké, dus het is zijn renbaan. Even deze. Waarom kan ik niet op klikken? Alles werkt tegen. Zo. Oh, doe geen highscore race. Geef mij maar XP. Ontdek Tarek's plannen. Oké, we gaan op dit moment... We gaan spioneren. Ik zeg wel wat, maar ik ben aan het opnemen, jongens. Mag ik wat zeggen, alsjeblieft? Wat heggen. Natuurlijk mag jij wat heggen. Oh joh, dat kunnen we prima rijden. Let's go. Spring niet. Oh, dat hekje klinkt echt wel hetzelfde sound als Stardew Valley. Daar kom ik nu pas achter. Mag ik wat heggen, alsjeblieft? Geef dat dan als we plan een dol of even in het vel aan te leggen. Oh. Oh. Gelukkig hebben we wat heggen. Breng de heggen. Ineens heb ik heggen, denk ik. Let's go! Ach, die renbaan is gigantisch. Ik ben het helemaal niet meer gewend dat het gewoon de oude baan gewoon helemaal weg is. Oké, ik heb je heggen. En nu?
Oh, dat wordt natuurlijk voor die race. Bla 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 bla. Lesje veiligheid bij de steeplechase. Oeh, steeplechase. Doe mij maar de steeplechase. Njauw. Plomp. Dat ging echt met moeite. Ik ga straks ook even naar die attributen kijken. En natuurlijk naar de nieuwe outfit. Want ik ben heel benieuwd. Ja, die nieuwe outfit heb ik natuurlijk al gezien. Maar gewoon waar die zich bevindt, waar je die kan kopen. Oh, dit is een plas. Wajo! Dat was de bedoeling. Maar gaf deze ook 250 XP, want dan kom ik hier straks dagelijks. ...150. Jullie kleine ponyclub. Maar kennis met de onverwachte. Oké. Oh! Nieuwste leerling van Ares. Poppy. Oh, dat is zo leuk. Popcorn. Ik vind die pony echt heel lief. Ik vind het leuk, nieuwe NPC. Oh, nu is ze weg. Nou, we kunnen in ieder geval wel de races doen, dat is fijn. Ik vind het wel jammer dat dit dan de hele quest was. Maar we zijn wel weer beter met onze reputatie. Dus we gaan hem als we deze races gewoon af en toe doen echt flink omhoog helpen. Dat is wel fijn, dat scheelt. En het is fijn dat Starship heeft geluisterd naar het feit dat de race niet per se twee keer zo lang moet zijn dan dat dat is. Ik ben benieuwd of het nog de renbaanrace vandaag. Ja, pas over een uur. Dat is niet. Ja, liever niet. Maar ja, wat een korte update, jongens. Ik neem jullie straks even mee naar mijn stal. Kan ik jullie even laten zien hoe ver ik ben met trainen? Want heel veel mensen daar benieuwd naar. En natuurlijk even kijken van hoeveel we er nog moeten. Dat is goed. Volgens mijn berekening moet ik nog 30 trainen. Maar toen had ik nog Toothless niet. Dus ik weet niet of ik dan 31 of nog steeds 30 moet trainen. Want ik eentje heb uitgetraind. Quote by quote. Niet uitgetraind. Maar level 14 voor de Let's Train natuurlijk. En de Let's Train waarin ik de rest uittrain komt er nog aan natuurlijk. Die staat klaar. Maar ik heb zoveel video's voor jullie jongens. Het is ongekend. Ongekend. Hallo? Doe mij maar niet een highscore race. Doe mij maar deze. En deze. Gaan we die nog een keer doen. Haha. Tjoep, 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 tjoep. Hindernis, op. Vlieg gewoon even buiten de baan, joh. Doen we gewoon eventjes. Het is wel een leuk parcoursje. Moet ik eerlijk zeggen. Dat het gewoon een klein simpel rondje is. Ik had eigenlijk verwacht dat die andere met die heggen, dat die 250 XP zou zijn. Niet deze. Maar goed, weet je, 250 XP is 250 XP is 250 XP. Ik moet alleen wennen dat je nu ineens drie races hebt. In plaats van één. Dus je krijgt in principe 300 XP meer. Omdat nu die 250 race terug is. Ik krijg 300 reputatie op een dag. Dus zeker je reputatie doen, jongens. Want deze krijg je heel snel vol. Dus dat is vet chill. Nee. Ik kan nog een mooie foto maken bij de heg. Oh, kijk. Dat is wel een vette foto. Kijk, doe het dus nou leuk zijn. Ik vind hem echt fantastisch. Ik vind het dus jammer dat je niet een naam Night Fury of Light Fury kan doen. Dan had ik nog een witte IJslander gekocht en noemde ik hem Light Fury. Maar ja. Ach, hij is toch leuk. Ik ben helemaal blij. Tjoep. Pomps. Grote heg. Bam.
Ja, oké. Waar is de winkel? Daar is een winkel. Zou het daar te koop zijn? Ik denk het wel, hè? Zo, geef mij mijn XP. Dankjewel. Even weer koffie, soy. Oh, hier. Oké, ik vind het wel leuk. Maar je moet ervan houden. Nice, nice. Hele nieuwe outfit. Oké, dan hebben we nog de attributen in de bak. Daar is nu ook gezellig. Die kan je hier veranderen. Oké, dan hebben we A, dat is de springtuin. Hebben we B, dat is de. Oh, dat is weer wat anders. Eerst was het één hindernis, maar het is toch veranderd. Een grote heg, dat is wel vet. Het is ook wel fijn dat je deze ruimte kan gebruiken, zeg maar. En C was de dressuurbak. Ligt aan mij of is deze bak gewoon heel klein? Maar is wel leuk. Oké. Hebben we die? Dan hadden we ook alle quests volgens mij. Of is Maya? Ja, buiten hebben we Maya natuurlijk. Dan gaan wij even naar mijn homestable. Dan ga ik jullie nog even laten zien hoe ver ik ben. Met alles en zo. Okay, welkom in mijn crib. Hier hebben we natuurlijk onze fjord van vorige week. Dan hebben wij eigenlijk volgens mij, als ik level sorteer, nog maar één bladzijde te trainen. Nee, één bladzijde en één. Komt natuurlijk door Toothless. Maar als je dan Classity teruggooit. Oh ja, Classity en Westwind zijn dat al. Dat scheelt. Die zitten naast elkaar neer. Ja, dat is het eigenlijk wat ik nog moet trainen. Ik moet één hele bladzijde, alles wat in mijn stal staat, plus nog Lily. Dus zover ben ik. Nou, dankjewel voor het kijken vandaag, jongens. Dat is een korte update. Ja, nou ja, mag ook wel eens. Ik ben benieuwd naar de volgende update die eraan komen. Ook al worden ze een beetje nu vertraagd. Snap ik ook wel, het is veel werk. Maar ik hoop ze snel mogelijk te zien met de foto. Ja, de cameramodus. Je kan filmen en zo. Dus ik ben benieuwd dat je mensen kan verbergen op foto's. Ook heel chill. Ik hoop jullie te zien bij de volgende Let's Play of video. Want zaterdag komt een leuke vlog online. Dus stay tuned tot dat. Stay tuned tot dat. Dus ik kan niet wachten tot jullie die video zien. En dan zeg ik tot de volgende keer. Houdoe!